Dat is tegen de nummer 5 van Italië, Inter, met de eerste mogelijkheid voor Marcelo. Hij, de man vanavond in Eindhoven, in de aanval naast Niles. De aanval die verder bestond uit Zenden. De verdediging intact gelaten door advocaten op het middenveld, de Roemeen Stinga. Inter in een fantasieopstelling, maar wel met een goede mogelijkheid hier. De enige in de eerste helft kan ik melden. Het is Gans die verzuimt Waterreus te passeren. PSV beter, vaker in balbezit, beter combinerend hier met een gelukje Niles. En hier opnieuw met een gelukje Stinga. En de bal vliegt uit de kluts, bijna in het doel. Hodgson, de Engelsman, die Inter onder zijn hoede heeft. Ook hij, evenals zijn landgenoot bij Barcelona, Robson, onder druk, want het loopt niet bij Inter. Zenden, links voorin. Zijn belangrijkste wapen, snelheid. En dit is natuurlijk ook heel mooi. Numan. En de mogelijkheid voor Vink. Die mikt veel te hoog. Vink naast Stinga en Jonk op het middenveld. Cocu geblesseerd en niet bij. Pampetta rechts achterin, veel opkomend. En hier de volgende mooie combinatie. En de fraaie afronding van Niles. Hij de man, zo schijnt het. Voor wie de winterstop geen nadelige gevolgen kent. Prachtige voetballer. En PSV, dat heeft zich natuurlijk versterkt, stukje bij beetje. De beelden komt erbij. Brugging komt erbij. Hier de volgende mogelijkheid. Marcelo. Het in positie lopen is wel goed. Maar de richting van de kopbal niet. Achterin bij Inter eigenlijk. Eén man, de aanvoerder, Bergomi, die het allemaal een beetje op de been moet houden. Het enige wat je PSV in de eerste 45 minuten in ieder geval kwalijk mag nemen, is dat de ploeg verzuimt de kansen te benutten. En dat is opmerkelijk voor de meest scorende ploeg in de Nederlandse hoogste voetbalklasse. Volgende mooie combinatie, Numan, prachtig, Marcelo, nu dan. Hij wacht een fractie te lang. En dat moet je de invaller doelman van Inter nageven. Dan ligt hij ook meteen, Marzantini dus, bovenop je voeten. Na rust dan. Er is gewisseld door advocaat. Van der Doelen, Faber en Van der Weerden zijn in het veld gekomen. Van Petta, Valks en Jonk. Zij spelen in de tweede helft niet mee met PSV. Hier Van der Doelen, gefopt door Djorkaeff. En er is het tegen de verhouding in. 1-0 in het voordeel van Inter. Van de doelen hier opzij gezet. Het afleggen voortreffelijk. En ook de score is fraai van Di Napoli. Pijnlijk momentje voor PSV. Ploeg dus wel goed combinerend. Ook hier weer. Zenden weg. Marcelo. En binnen een minuut is het 1-1. Hier is het wapen, de snelheid, het overzicht. Marcelo misschien iets te snel naar binnen gekomen. Maar met enige moeite krijgt hij de bal dan toch achter de tweede doelman van Inter. En PSV wil rustig wat meer. Advocaat wisselt nog een keer. Nielsen komt hier. En Van de Ende fluit. De verbazing is erbij Pistone. Vergeet eigenlijk dat Nielsen daar ook nog loopt. Maakt zich wat breed. En Van den Ende geeft een penalty. Ja! Niles dus. Uitstand. Slordig. Maar wel tweebenig. Krijgt een herkansing. Is in eerste instantie toch wat slordig. De aanloop te kort. Mag het dan alsnog goed maken. En bezorgt PSV binnen 4 minuten nadat het op een 1-0 achterstand kwam. Zo waren de 2-1 voorsprong en dan dit. De slotfase in een vriendschappelijke partij die denk ik voor advocaten een goede graadmeter is en ook voor de ploeg uit Eindhoven. En dan dit, de laatste mogelijkheid, uitgerekend voor Inter uit een hoekschop. Van der Weerden doet het heel verstandig, hij staat bij de doellijn en hij redt voor zijn ploeg met deze actie de 2-1 winst.